Ja, dames en heren, de kogel is door de kerk. Niet alleen Logitech is nu een soort van nieuwe partner van GamersNet, maar ook Corsair heeft besloten Stuf op te sturen. En met Stuf bedoel ik het paradepaardje, want dit is de K95 RGB Platinum. En dat is een letterplank van 200 euro. En we hebben Mike ermee aan de gang laten gaan. Dus Mike, please vertel mij, is het die 200 euro waard? Ik zou zeggen, als je op zoek bent naar een toetsenbord voor alleen gamen, dan is het een goede optie. Oké, maar waarom zeg je nu alleen gamen? Want hij ziet er ook gewoon pakkend uit en je denkt van, nou, er zitten toch gewoon toetsen op, dus kun je ook mee typen, toch? Klopt. Ja. Maar deze variant heeft de Cherry MX speed switches. Ja. En die gaan al af als je zo heel lichtjes aanraakt dan. Ik heb nou die macro geactiveerd, ik weet niet wat hij doet, maar... Hij sluit nu af en explodeert. Ja. Nee, maar dat is... Je hebt natuurlijk je geschreven review gedaan en daarin had je het heel erg veel over die speed switches. En voor de mensen die niet weten, switches zijn schakelaars, dus die zitten onder die keycaps. Dus dat zijn de... hoe een toets activeert. Maar die zijn van Cherry, maar het is... exclusief voor Corsair, toch? Het zijn switches die Cherry maakt, maar ja, alleen voor dit model. Ja, klopt. Het is, Cherry heeft een deal met Corsair. En of dat nou tijdelijk is of niet, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar Cherry MX speed switches zijn vooralsnog exclusief in Corsair toetsenborden te vinden. Volgens mij is de deal al wel afgelopen, maar andere fabrikanten zeggen nee, doen we niet. Misschien zijn ze ook heel duur? Want het zou best kunnen dat die redelijk aan de prijs zijn. Het ding is toch dat de speed switches, en dat zit hem ook wel een klein beetje in de naam, dat ze echt gewoon ontiegelijk snel activeren. Dus gewoon als je, want ik vond het zo mooi dat jij zei in je review van, als je er te lang naar kijkt, dan activeert die toets zeg maar al. Ja, dat is ook echt wel. Nee, maar ik zit dan, want ik kan er niet zo goed tegen. Want bijvoorbeeld, je hebt de rode cherries zijn ook vrij snel in activeren. Het is ook lineair of zit er ook nog een klikje in? Nee, hij is lineair en inderdaad ook nog sneller dan de rode switches. Ik vind de rode switches dus al echt heel erg onprettig. Omdat ik ben zo'n guy die best wel snel gewoon een vinger op een toets legt. Precies, en dan moet hij bij mij nog niet activeren. Maar is dat fijn om echt een toets te hebben die ontiegelijk snel activeert? Nou, als je die bijgeleverde keycaps erop zet, op de WASD bijvoorbeeld, dan valt het wel mee met dat je je vingers verkeerd neerzet, omdat die zijn voorzien van een textuur en van een helling. Maar dat vind ik trouwens wel, je noemt nou die zeg maar speciale keycaps, dat vind ik wel heel netjes, want bij dit toetsenbord krijg je dus niet alleen de macro toetsen met speciale keycaps, maar je hebt ook nog een setje voor first person shooters en een setje voor MOBA geloof ik, toch? Ja, klopt. Dat is wel netjes dat ze specifieke keycaps meeleveren zodat je handligging op het toetsenbord beter is. En dan snap ik ook wel weer dat je zegt van het is heel specifiek voor gamen natuurlijk fijn. Want met die speciale vormen en textuur erin wil je denk ik niet een artikel gaan typen ofzo. Nee, absoluut niet. Nee, ik heb ze, een worst case scenario heb ik ze aan blootgesteld, die keycaps. Oh, ja. Shadow of Mordor, absoluut niet voor bedoeld, maar het werkt. Het werkt oprecht. Dan... Shadow of Mordor, maar dan met de MOBA keycaps of met de FPS keycaps? Combinatie of... van allebei. Oh, oké. Okay. Gewoon mix and match, people. Mix and match. En dat, tot mijn verbazing, werkte zelfs dat best wel prima. Dat je je vingers ineens niet meer verkeerd neerzet, want net als die macro's, die hebben ook zo'n textuurtje. Ja, dan zet je vinger niet zomaar verkeerd. En als je je vinger verkeerd neerzet, dan heb je dat meteen door. Ja, want je voelt het natuurlijk wel. Je voelt het heel duidelijk. Het is een beetje net als een controller. Je kunt je hand er niet verkeerd omheen werken, nee, omdat precies de vorm zo is. Ja. Ah, oké. Okay. En dus wat dat betreft is hij inderdaad, zoals ik al zei, voor alleen gamen is hij geschikt. Geen scriptie op type? Geen scriptie op type. Ik heb het geprobeerd. Doe het niet. Nee. Oké, okay, bij deze dan weet je dat wel weer. Toetsenbord van 200 euro. Niet mee gaan typen. Niet mee gaan typen. Nee, niet doen. Nee, maar ik geloof dat ze hem ook nog hebben in ook Cherry Brown. En ze doen nog wel andere Cherry switches eronder zetten. De bruine switches zijn inderdaad. Ja, ik ben een enorm fan van de bruine switch. Ja. Dus daar zou ik eerder voor kiezen. Maar ik snap dat Corsair deze heeft toegestuurd. Want het is natuurlijk super exclusief. En dat willen ze dan even absoluut laten zien. Maar op de variant met de speed switches haal dit stuk alsjeblieft weg. Ja, nee, inderdaad. Gewoon een kettingzaag. Gewoon af, want... Ja, dat heb je toch niet nodig dan, zou ik eigenlijk denken. Nee, als je accountant bent, dan wil je zo nauwkeurig mogelijk je input... Ja, maar als je gaat gamen, dan hoef je... Heb je dat ook niet nodig, inderdaad. 9 van de 10 keer heb je ze die niet nodig, nee. Maar goed, je krijgt je wel de leuke media controls bij. Wat ik dan wel altijd, vind ik wel altijd fijn als dat erbij zit. Is absoluut fijn, maar moeten die noodzakelijk daar? Het is wel de standaardplek waar ze zitten. Dus misschien dat het wel is. Waar. Maar dat, ja, ik weet niet. Ik verwacht ze daar als ze er zijn. Maar even over los van de toetsen en hoe ze voelen, je krijgt ook een leuke polssteun erbij met aan twee kanten een dingetje. Ja. Ik geloof dat Corsair dat al vaker heeft gedaan. Hoe bevalt die? Dat bevalt best wel prima. Ik heb zelf voornamelijk de ruwe kant gebruikt. Dat
Je bent zelf wel van de ruwe kant. Ik hou wel van ruwe, ondergrond. Ja. Maar ik heb ook die andere geprobeerd en die is mij net iets te glad, maar dat is een smaakdingetje. Ja, daar glij je vanaf. Daar glij ik heel erg makkelijk vanaf, inderdaad. En als je dan in één keer, als je snel actie moet ondernemen, dan... En je glijdt weg, dan... Nee, ja, ik snap dat, want ik heb van Razer heb ik nou de Black Widow Chroma V2, die ook een polsteun heeft. En die plakt een beetje. Het klinkt vies, maar is best wel lekker, omdat die juist je hand, die lokt die in een bepaalde positie. Dus als je aan het gamen bent, dan weet je gewoon zeker dat je hand gewoon rotsvast daar blijft liggen. En dat vind ik snap wel dat je dan die ruwe kant gebruikt, want je wil gewoon tijdens het gamen wil je niet in één keer dat je hand wegglijdt ofzo. Nee, ja, makes sense. Hij voelt ook niet heel erg plakkerig. Dat verbaast me heel erg. Ik dacht echt van... Oeh, dat wordt echt om de 2 weken schoonmaken, want anders glij je alsnog weg. Maar dat valt echt reuze mee. Oh, oké. Het is wel een beetje stug rubber, dus ik denk wel dat vuil er snel op gaat hopen, maar dat valt dan nog wel mee. Dus dat valt best wel mee. Op een of andere manier hebben ze dat zo voor elkaar gekregen dat dat niet gebeurt. Nano-werende... Ja, zoiets. Moleculen. Het staat niet in het marketingmateriaal. Maar, nee, blijkbaar... Alles erin kunnen zetten. Nee, maar over marketingmateriaal gesproken. Ik moet wel zeggen, ik vind hem ontzettend chic in de kleuren en in de stijl, maar ook gewoon dat wat ze dan gunmetal noemen, dat metalen gebosselde aluminium, super sexy, qua kleurtjes ook. Op zich, Corsair heeft natuurlijk een heleboel mooie paradepaardjes gehad, maar dit is wel het paradepaardje onder de paradepaardjes, dus je hebt en gewoon dat mooie gebosselde aluminium, je krijgt al die mooie toetsen mee, de macro's, de keycaps, maar hoe zit je met die kleuren, heb je daar nog leuke dingen mee gedaan? Want bijvoorbeeld, ik vind die balk hierboven vind ik echt super sexy. Die balk is super sexy, het is wel zo dat die aan de zijkanten ook licht geeft. Dat vind ik juist ook wel weer tof. Ja, dat hangt van je setup af. Ja. In mijn setup dan zie je dat heel erg, dan zie je die steekt er meer bovenuit dan deze kant. Ja, maar het is juist natuurlijk wel voor als je op een LAN-party bent en iemand loopt naar jou toe en dan zie je gewoon dat zijn toetsenbord aan alle kanten verlicht is. Ja. Is wel heel sexy op dat zich. Dat is waar. Maar hoeveel ledjes zit hierin? Want je kunt hier, want er loopt nu zo'n regenboog overheen, maar je kunt hier natuurlijk ook allerlei gekke profielen in. Ja, deze balk bestaat uit 19 verlichtingszones. Kijk, 19. Dus dan weet je ook weer waar die €200 in verstopt zit. Customization van de hoogste plank. Het is wel tof op zich, ja. Maar goed, want ik vind ook sowieso met Corsair, zij zijn de enige die een soort van radiale regenboog doen. Ja, de meeste partijen doen alleen maar zo'n regenboog van verticaal of horizontaal. En deze doet echt rond. Ik weet niet, ik vind dat wel sexy. Serieus, elke review van Gamers Net Gear met een toetsenbord erin, we laten het toetsenbord altijd vallen. Dat is standaard. De test is toch staan. Ja. Nee, ik heb wel één aanmerking op de verlichting. Die is inmiddels verholpen, maar de printscreen toets had heel lang een andere kleur op de een of andere manier. Oh, dat ken ik. Dat hij alleen het rood of alleen het blauw of alleen het groen of zo niet meepakt. En dan doet hij de hele tijd een ander kleurtje. Nee, ik had hem op statisch geel gezet. Ik denk van ik ga gewoon eens experimenteren. Statisch geel. En de printscreen was net iets anders geel. Het was net alsof... Huh? Alsof mijn instelling toch niet helemaal doorkwam. Ja, of je had gewoon zo'n vlek in je oog of zo. Maar dat weet ik verder. Het is wel heel apart, maar je ziet dat wel vaker. Als echt heel veel ledjes in een toetsenbord zitten, dan zit er nog wel eens af en toe zo eentje in dat je denkt van die klopt niet helemaal. Maar als dat inmiddels verholpen inmiddels is, dan geen probleem. Is het op de een of andere manier verholpen. Nou, oké, dat is dan beter. verder, op zich wel luxe. Alle gemakken zijn uitgerust. Ja. Je ziet geen headphone doorsnoering, maar wel een USB-tje om door te snoeren. Ja. Dat je mobiel of zo op kan laden. Een mooie gewoven kabel vind ik ook altijd netjes als ze dat doen. 2 USB-poorten natuurlijk ook, zodat je die ene doorsnoer hebt. Dus ik vind op zich, in elk opzicht is het wel een premium toetsenbord. Maar zou jij zeggen dat dit toetsenbord voor €200 de betere keuze is ten opzichte van bijvoorbeeld de Razer Black Widow Chroma V2 die €180 is? Of bijvoorbeeld de Asus ROG Claymore die €230 is? Weet je wel, waar speelt dit toetsenbord in? Dit toetsenbord speelt wel in meer op de twitchy games. Dus Counter-Strike, League, MOBA's. Ja, Dota zou ik zeggen. Overwatch. Dus voor die gamers zijn die speed switches ideaal, omdat je dan nog sneller kan reageren. De input van jouw brein naar je beeldscherm is nog korter dan met rode switches of andere mechanische switches. Ook mooi hoe je dat zegt, de input van je brein naar de game is gewoon korter. Dat is best wel, dat spreekt voor zich, maar vet. Dat is uiteindelijk de weg die het aflegt. Ja. Maar voor die gamers is dit een heel erg solide optie als ze er niet daarnaast nog een scriptie of op willen typen. Of, ja. Ja, en anders dan ga je, voor de bruine. Ja, ik wou net zeggen, dan ga je voor de bruine switches. Tom Seal of Approval zou ik zeggen. Maar als je dat doet, als je voor de bruine gaat, dan zie je de meerwaarde van de Corsair K95 niet echt in. Dan kun je beter voor een
goedkoper alternatief gaan. Ja, ik bedoel, de K70 is nog steeds ook een heel mooi model. Een oude SteelSeries, een oude Razer kun je ook nog wel voor goedkoper op de kop tikken. Maar dat is dus wel goed om te weten. Iets met bijvoorbeeld twee doorsnoerpoorten voor de USB, dat is mogelijk. Ik snoer nooit zoveel door. Ik heb regelmatig mijn muis en mijn headset. Oké. Als je een headset hebt met USB, dan is het natuurlijk wel weer handig. Dus dat is mijn kritiekpuntje. Ik zou graag een headset en een muis aan kunnen sluiten op. Ik ben persoonlijk, als ik zo'n USB-poort doorgesnoerd zie, dan heb ik altijd zoiets van, maak er dan een USB 3.0 poort van. Maar ik heb daar al gebitch over gekregen, dat mensen zeggen van, ja, wie sluit er nou een harde schijf daarop aan? Ja, weet ik veel. Ik vind het gewoon fijn om mijn mobiel erop aan te sluiten. Ik heb dat wel eens gedaan. Ja, nee, af en toe is het gewoon handig, maar oké. Dus één USB-poort erbij zou wel fijn zijn voor jou, maar verder is het eigenlijk wel het ultieme toetsenbord om op te gamen, zou ik denken. Absoluut. Alleen gewoon absoluut niet je scriptie typen, want er zitten zoveel spelfouten in dat je niet weten. Ja, dan reep je je backspace helemaal naar de klote. ik denk, de Cherry geeft altijd 50 miljoen aanslagen garantie. Ja. Ik denk dat je die dan wel gaat halen. De backspace als eerste, dat is wel heel scheef eigenlijk, maar ja, het zou kunnen. In ieder geval, u ziet het hier, Corsair K95 RGB Platinum. Mike is erover te spreken, een paar kanttekeningen, maar op zich wel zo'n €200 waard, denk ik zo. Ja. Nou, daar heb je het. En je kunt ook, als je meer wil weten, de volledige geschreven review, ook op dit ding getypt, van Mike lezen op gamerset.nl. En natuurlijk zijn we de volgende week weer met een nieuwe Gamersnet Gear. En natuurlijk allerlei andere toffe dingen. Tech, unboxings, reviews, previews, you name it. We hebben ook nieuws. Schandalen. Ik wou gewoon zeggen dat we een schandaal hebben. Niet schandalig. We doen er nieuws over. Niet dat wij binnen de zaken... Anyway, in ieder geval. Bedankt voor het kijken en tot snel. Dit was Mike, ik ben Tom, de ballen.